Hamme neemt het spel in handen. Na een fout op Koen Verzijp trapt Marko Petrovic de bal tegen de lat. We zijn 17 minuten ver. Hamme laat de bal goed gaan. Thomas de Meijer kan voor de nodige creativiteit zorgen. Maar de thuisploeg laat het afweten voor doel. Het is een verhaal van net niet. Tom van Hifte krijgt de vrijheid voor een schot, maar besluit te zwak. Echt goede kansen kunnen de Wuiters niet afdwingen in de eerste helft. De bezoekers komen goed uitgerust uit de kleedkamers. Een vrije trap van Ben van Briel wordt goed gepareerd door David Meul. De bal belandt voor de voeten van Rashid Tibari. Die begint dan een wandeling door de thuisdefensie. Legt met een mooi hakje de bal klaar voor Alan Krosdanic, die de bal goed binnenwerkt. 0-1 op een diefje. De bezoekers blijven goed georganiseerd spelen, maar laten het initiatief over aan Hamme. En bij de thuisploeg beginnen ze wel nerveuzer te spelen en gebruiken ze te veel de lange bal. Hier kan Tom van Hifte zijn hoofd weer net niet tegenzetten. Op het half uur laat Dessel zich dan toch nog eens aan de overkant opmerken. Het is opnieuw Rashid Tibari die voor het gevaar kan zorgen. De bezoekers creëren in 90 minuten twee doelkansen. Maar Hamme kan ze het niet moeilijk doen krijgen. Twee minuten voor het einde brengt de ingevallen Djamba Sango de bal voor doel, maar Thomas de Meijer laat de kans liggen. Maar we komen dan achter. We zijn wel weerbaar, vond ik. Ik vond dat we nog onze kans gingen en nog een aantal mogelijkheden creëren, maar iedere keer net niet. En ik zeg het, dat is niet de eerste keer dit seizoen. Daar valt niemand voor te verwijten. Ik denk dat iedereen zich voor 100% gegeven heeft.